Hoi, ik ben Chantal en je kijkt naar een video van Stronglife. Wij helpen jou groeien in geloof. In deze videoserie, genaamd Lees je Bijbel, delen we dingen die wij halen uit de Bijbelgedeelten die wij lezen tijdens onze eigen stille tijd. In deze video wil ik kort iets met je delen naar aanleiding van een tekst uit Romeinen 12. In Romeinen 12, vers 12 staat het volgende. Laat zien dat je blij bent, omdat je op God vertrouwt. Houd vol als je in moeilijkheden komt en blijf altijd bidden. De tekst uit Romeinen had ik vorige week al een keer gelezen en bleef maar in mijn gedachten terugkomen. Vandaag las ik in een dagboek het volgende. Niet controle, maar vertrouwen is de basis van je geloof. Er ontstond echt zo'n halleluja-moment in mijn hart. Dat is het! Yes! De tekst uit Romeinen en het stukje uit het dagboekje vullen elkaar zo mooi aan. We leven in een hele onrustige tijd. De meningen zijn verdeeld en ook onder de gelovigen zijn er veel verschillende visies over wat er allemaal gebeurt en wat er eventueel achter zit. En ik merk bij mezelf dat hoe meer ik me erin ga verdiepen, hoe onrustiger en soms angstiger ik word. De tekst in Romeinen zegt me dat ik op God moet vertrouwen en moet blijven bidden. In contact blijven met God geeft me rust en vrede omdat ik op Hem vertrouw. Ik weet dat God er altijd is en dat betekent niet dat er geen moeilijkheden in mijn leven komen. Maar het betekent wel dat ik in die moeilijkheden vrede kan ervaren omdat ik weet dat Hij bij mij is. Ik heb namelijk totaal geen controle over wat er allemaal gebeurt. Ook heb ik geen invloed op de mensen die de beslissingen maken. Maar ik ken iemand die dat wel heeft en in hem stel ik mijn vertrouwen omdat ik weet dat Hij de eindbaas is. Daarom focus je op God en niet op je omstandigheden en vraag God of Hij jou die vrede in je hart wil geven. Laat de controle los en vertrouw op Hem.